Dag dames en heren, het is vandaag D-Day hier in het hartje van Gent, ofwel bij het hoofdkwartier van Ravage. Wij houden hier namelijk een Deliveroo race, waarbij dat zij zullen worden aangestuurd door onze drie bestellers. En dan gaan wij kijken welke Deliveroo koerier hier als eerste zal aankomen, met name onze fantastische locatie, het hoofdkwartier van Ravage. Een van die deelnemers is natuurlijk Anton. Dag Anton. Dag Kim. Waar ga jij zo dadelijk bestellen? Bij Lucy Chan. Dat was geen moeilijke beslissing, een beetje een emotionele beslissing. Gewoon een vriend van mij is vorig jaar gestorven. Okay. Die wilde er altijd al bestellen en ja, heeft dat nooit kunnen doen voor hij heen ging. Dus nu doe ik dat voor hem, zodat ja, een beetje ter ere van hem, weet je. Prachtig verhaal. Ik wens je alvast alle succes toe. Dank. Naast jou zit Geraldine. Hoi, goedenavond. Waar ga jij bestellen vanavond? Bij de Bocca. De Bocca. En waarom precies? Ik heb zin in spaghetti. Ik kom net terug van op reis en ik heb zin in spaghetti. Altijd zin in spaghetti, hè? Ja. Ik dacht het al. En dan hebben we ook nog een derde deelnemer. Dat is Ferre. Dag Kim. Waar ga jij bestellen? Bals in Glory Gent. En waarom precies? Ik eet al graag een keer een balkenvlies. Dat is een fantastische reden. Laten we hopen dat er naast de Bals ook de Glory bij komt. Staan jullie bestellingen klaar? Ja. Echt al 10 minuten. Ja, alvast. Fantastisch. Dan stel ik voor dat we de bestellingen plaatsen vanaf 3, 2, 1. En de bestellingen zijn geplaatst. Ik ga het even ook meteen melden aan Frederike en Victor. Jullie mogen vanaf nu, of toch heel binnenkort alvast, een Deliveroo courier verwachten. You wish. Ja, de bestelling is geplaatst, hebben we gehoord inderdaad. Maar we verwachten de courier eigenlijk nog niet direct. Dus we wachten samen met jullie eigenlijk in volle spanning af. Op dit ogenblik staat Randon aan de leiding. Dat is de bestelling bij de Bocca, die van Geraldine. En daarop, op de voet gevolgd, is Balls and Glory van onze goede vriend Ferre, die bij Balls and Glory natuurlijk heeft besteld. Onze Deliveroo persoon is juist buiten gestapt eigenlijk en we hopen dat hij zich toch een beetje meer gaat haasten dan dat hij nu aan het doen is, want anders gaat hij niet de eerste persoon worden die toekomt, dus we wachten in vol spanning samen met jullie af, Kim. In de tussentijd lijken Ramdan en zijn goede vriend... Ah, kijk eens aan, ik... Belangrijk moment, Ramdan lijkt net te zijn vertrokken met de bestelling. Er is hier een kaartje binnengekomen van Deliveroo, waarbij dat we kunnen zien dat hij zich op dit ogenblik wel in de buurt bevindt van onze bestemming. Dag dames en heren, Ramdan zou op dit ogenblik net voor onze deur staan. De eerste aankomer van deze Deliveroo race, de grote winnaar, vermoedelijk toch. Laten we hopen dat hij ook de weg naar de deur vindt. Ik denk dat hij er bijna is, we moeten even naar de deur komen. Jawel. En hij komt binnen. Dag Ramdan, hallo, hallo. Ramdan. U bent hier met een bestelling van bij de Bocca, klopt dat? Ja, dat is waar. U bent hier als eerste aangekomen bij de Deliveroo race. Hoe voelt dat? Dat voelt super goed. Ik ben de snelste, dus dat is goed. Dankjewel, dat was echt heel snel. Fantastisch. En u vindt het dan allemaal? Dankjewel. Aan u nog een heel fijne avond gewenst. Ramdan. Merci. Ik denk nog veel succes vanavond. En van harte proficiat. Dankjewel. En dat was het dan, de Deliveroo race van deze avond. Ik hoop dat u ervan genoten hebt en graag tot een volgende keer.